Hoi kijkers van De Geweldige Kaas, welkom bij een nieuwe aflevering van Op Reis met Robin. En kijk eens wat ik heb gemaakt. Ja, goed kijken hoor. Blub blub blub. Kijk, het is allemaal zo. We hadden de vorige keer dit gemaakt, het zat nog vol met water. Ik heb er nu glas omheen gedaan, helemaal compleet. En ik heb er gewoon, zeg maar met de methode dirt plaatsen en weer wegscheppen, heb ik gewoon al het water weggehaald. En dat gaat wel goed. Dus nu hebben we dit. Wat ik eventjes wil gaan doen is, ik wil gaan kisten neerzetten hier zo. Zodat we wat meer spullen kunnen hebben voor dit. Onze onderwaterwereld. De regen vind ik niet zo fijn. Dat is wel jammer. Dus ik ga eventjes naar onze andere basis gaan. Ik ga daar naartoe gaan. En dan ga ik zeg maar gewoon alle spullen erin doen die ik nu heb. Niet allemaal, maar alle niet-inventaris spullen. Snap je? Dus deze middelste shit. Hoor, hij zei shit. En dan ga ik gewoon meepakken wat ik mee wil nemen. En dan is het wel duidelijk, denk ik. Ik vind het wel leuk, dit. Zo gewoon dit. Ik weet niet wat ik hier leuk aan vind, maar ik vind het leuk. Dat is wel grappig. Ja, zo grappig. Ik lag me dood. Maar het is wel leuk. Het is wel iets leuks. Oh, nee, mijn boot kapot. Ik weet nog een mop over een man en nog een man. En de ene man zegt: ja, kijk, een mooie auto. Zo'n Peugeot. Een Peugeot. En die andere man zegt: ah, jongen, het is geen Peugeot, het is Peugeot. En die man met die bril die zegt: nee. Wacht. Nee, die andere man zegt weer: nee, het is Peugeot. Dus die man met die bril die zegt weer: nee, het is Peugeot. Dus die man zonder bril die zegt: ja, hé. Hey, als ik jouw bril pak en ik ga erop zitten, is die dan kapot of is die dan kapot? Sorry. Ik ben heel slecht in moppen vertellen, maar dat is wel hoe die ging. Oké, dan snappen jullie het ook weer, hè? Dat is hoe de mop ging. Wow! Hey! Hohoho! Actie in het huis. Dat was wel eventjes spannend. Ook echt gewoon, ho! Hey! En toen was die weg. Iets heel doms of zo. Zo, al die spullen hierin. Ja. Dus wat ik meeneem is, vooral glas. Ja. Een beetje beter, hè? Maken we glazen ruiten als raam. Ook al is de rest allemaal doorzichtig. Dat is gewoon lekker dom. Deur. Dit. Allemaal spullen. Zeg maar. Dat is wel goed, dit. Oh nee, wacht. Deze paaltjes nog. Is er hier nog iets? Nee. Misschien dit. Is allemaal wel goed. Denk ik. Zo. Prachtig. Eens kijken wat we hier hebben. Die right. Kijk, dat is wel genoeg, denk ik. Hebben we nog iets wat we mee willen? Nou, nee. Hier niet. Lapis lazuli blok is wel leuk. Anders. Het is wel mooi. Dan gaan we weer terug. En dan gaan we gewoon verder bouwen. Aan ons huisje. Ja, dat doen we. Oké. Mooi. Leuke buurt, dit. Het worden. Weet je wat het is bij Minecraft? Je hebt altijd zo. Dit lijkt allemaal super groot. Maar zodra dit is volgebouwd. Ik weet niet of dat ooit gaat gebeuren. Maar zodra dit is volgebouwd. Is alles zeg maar. Lijkt allemaal veel kleiner. Omdat je minder hetzelfde ziet. Of ja. Ik weet niet waarom het is, maar het is wel. Kijk, zie die konijn. Of zie dat konijn. Helemaal gek op de geweldige kaas. Kom dan. Kijk, dat is een fan. Zo, hey Robin. Doei. Dat is ik op de YouTube Gathering. Hier nog iemand. Oh, kaas. Geweldige kaas. Dat had ik ook op de school van mijn neefje Colin. Er zitten een paar jongens in groep 8. En die kijken mijn filmpjes. En dat was zeg maar zo'n Halloween avond. Overduidelijk. Dat was een Halloween. Nee, geen Halloweenavond. Een kerstavond. Dat was het. Ik let er gewoon helemaal niet op. Waarom zeg ik zo vaak en? Ik ga het gewoon bij en houden. En. Dat is een beetje de en op de manier, hè? Wauw, wat een gesprek dit. In ieder geval, daar waren dan wat jongens en ik kwam daar. En. Yes. En oh, de geweldige kaas. Leuk. Ideeën van, oh, maak een camping. Dat was ook niks geworden. Er zijn superveel ideeën wat gewoon niks is geworden. Er was volgens mij nog wel ideeën waren er, maar. Ik weet niet of ik die erin heb gezet of zo. Kijk, dat is Beedable O. Dat is een filmpje wat ik zo meteen nog wou zien. Laten we even kijken bij de vorige video's in de reacties. Of er nog mensen zijn geweest
Die is wel. Ja, The Life in the Woods, dat komt. Nee, dat is deze avond gekomen volgens mij. Wacht, ik ga eens kijken. Oh nee, 5 minuten geleden is die online gekomen voor mij. Life in the Woods is gestart als serie. Hopelijk vinden jullie het leuk. Eerst de onderwaterovers. Leuk idee, een onderwaterwereld. Je moest Call of Duty doen. Nee. Ik doe geen Call of Duty. Sorry. Ik heb echt een enorme hekel aan schietspellen en zo. Dus. Dat wordt niks. Dat wordt niks. Voor de to-do-list. Een voetbalveld. Dat is een uitdaging. En op sommige vlakken makkelijk. Op sommige vlakken moeilijk. Maak van een portal een oranje portal. Oké, maar waarom? Weet ik niet. Oké. Dat ga ik niet doen, omdat je er een boos gezicht bij hebt gezet. Yes, over 2 dagen een nieuwe wereld download. Oh ja, dat is deze aflevering. Dat was ik helemaal vergeten. Het is aflevering 125. En jullie kunnen de wereld downloaden als jullie het willen. In de beschrijving staat een download link met de wereld en de texture pack ook nog. Volgens mij de waar ik het laat. Waar ik laat zien hoe het moet. Is in aflevering 40 van Op Reis Maar Robin, denk ik. Dus dan kun je naartoe gaan. Als het goed is, weet je gelijk van. Oh, zo gaat het. Maak een keuken. Lekker simpel, hou ik van. Even die meer subs. Weet ik. Lama's. Bla bla bla. Idee. Praat normaal, andere keer zacht. Irritant. Hoe komt hij erbij? Ik praat echt nooit zacht. Ik heb geen flauw idee wat hij nou bedoelt of zo. Maar ja, ik vind het een beetje raar dit. In ieder geval, ik ga opzoeken. Hier, aflevering 40. Ik hoop dat het er komt. Minecraft SMP. Showtime. Dit was hem. 40. Ja. En hier leg ik dus zeg maar uit hoe het werkt. Link werkt niet. Blablabla. Laat maar. Doei. Dat is allemaal niet belangrijk voor nu. Laten we verder gaan in de wereld. Dat is leuk. Nu krijg ik zeg maar zoveel ideeën dat ik gewoon niet weet wat ik moet doen. Ik heb van jullie allemaal leuke ideeën gekregen. En de enige ideeën die ik ook echt doe, is mijn eigen idee. Een onderwaterwereld. Ja. Het zijn zeg maar, ik zal eerlijk zijn, het zijn een soort van noodgeval ideeën. Noodideeën, vooral als ik echt helemaal niks meer weet. Maar, plup, plup. Nu, kisten. Ik heb helemaal geen kisten meegenomen. Wat ik wel eventjes doe is, ach nee. Zo, ja, goed. Ovens neerzetten. Hier, dat is mooi. Oh, mooi. Grind. Ik hou van grind. Nee. Dus dit is dan de grote openingszaal. Dan doe ik hier zo'n ding. En dan ga ik maar verder met de volgende ding, denk ik. De volgende ruimte. Dan wordt een deur. Hier zo. Ja. Zo. 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 En die. En die. Dan. Nee, beter hè. Hij blijft terugkomen. We doen dit. En dan nog. Voor meer. Zodat we zeg maar in die poort. In deze deuropening. Dit kunnen zetten, zodat er geen water komt. Slim hè? Is echt slim. Dan hier nog 2 leuke dingetjes. Maar wat? Ja, deze. Plup. Plup. En dan moeten we daar een nieuwe ding gaan maken. Een nieuwe ruimte. Wat ik dan eventjes ga doen is eventjes wat cobblestone stairs maken. Zo. En die zet ik dan hier zo neer. Als trapje. Oh ja, dat is altijd raar bij cobblestone stairs, dit. Ja, het is niet raar, maar... Het is altijd iets, hè. Ja, het is iets. Ik ging wel eens naar Turkije op vakantie. Met vliegtuig. En ik kwam daar... In hetzelfde vliegtuig ging mijn Nederlands lerares mee. Ja. Dat was zo van, oh, hoi, 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 hoi. Ja. Dus toen dacht ik opeens weer aan school. Dat is niet zo fijn. Dus, ja, gewoon verder. Het was gewoon een gesprekje en we gingen verder. En Maurits, dus een vriend van mij, die was dan op school. En die zag
Die lerares. En die vroeg: ja, was het leuk in Turkije? En toen zei ze: ja, ik zag Robin nog. Ja, dat is waarschijnlijk ook hoe je het weet dat ik naar Turkije ben geweest. Ja, hij wist niet snel genoeg. Hij wist niet hoe snel die weg moest bij mij, hoor. Oh. Nou, blijkbaar dacht ze dat ik snel weg moest of zo. Weet ik veel. Ze dacht dat ik niet er wou zijn. Oké. Leuk. Of zo. Ik snap niet waarom, want we hebben een gesprek gehouden en ik ging weer verder. Het is niet dat ik helemaal vakantie bij mijn Nederlands lerares wil blijven of zo. Ja, zo was zijn eigenlijk. Niet dat het leuk is of zo. Maar het zou wat zijn van. Oh, raar. Die zou wat zijn. Snap je? Ik moet even ademhalen. Is nodig. Bloep. Is dit goed? Ja. Ik pak eventjes nog wat meer. Deur. Zo. Tjuk, 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 tjuk. Oh, wacht. Dat komt. Als het zo. Godver. Ik. Niet vloeken. Zo. Cobblestone. Hé? Ik snap het niet. Oh ja, dan moet het hout hier zo. Ja. En dan gaat dit verder. Ah, dat gaat goed. Ja, dat gaat wel goed. En dan die weg. Kijk, dat is toch een heel paradijsje, dat. Ik wil gewoon. Ik wil ooit. Ik zit op toneel, zoals je weet. Misschien. Daar praat ik wel eens over. Ik wil gewoon eens een bekakt persoon spelen. Dat lijkt me gewoon heel leuk. Ja. Ik klink gelijk helemaal vrolijk. Nee, maar het lijkt me echt gewoon super leuk. Ik ga dat eens zeggen. Want, ja. Want we moeten ook. Hoe het werkt is, we hebben een zoom in en een zoom uit. En de zoom in is zeg maar rond de eind, ja, rond midden december is dat. En de zoom uit is dan aan het begin van de zomervakantie of zo. Van het einde van het seizoen van het toneel of zoiets. Einde van het jaar. Oh, dit klopt niet, want het plafond is veel te laag, denk ik. Oké, dan moeten we iets aan doen. Ik ga even naar boven. Ademhalen. Ik doe gewoon de trap wel lager, denk ik. Is dat een oplossing? Ja, hè? Gewoon zo. Oh, help. En dan doe ik. Oh, nee, ik kan hier niet meer uit. Dan moet ik via hier. Vroeger kon ik. Ja, in ieder geval. Dus zoom uit en dan. Er werd gezegd dat we een komisch iets gingen doen. En dat vond ik leuk. Ik vind dat. Ja, dat vond ik leuk. We hebben het nog niet gedaan, maar ik vond het wel leuk. Nee, ik vind het leuk om te horen van. Oh, iets. Met grappigheid en zo. Ja, dat is gewoon leuk. Dus ik ben helemaal blij. Ik ga gewoon vragen of ik een bekakt iemand mag spelen. Dat is waar het op neerkomt. Want dat vind ik leuk. Wacht hoor, dit verder. Shoo. En dan is de trap bijna klaar, hè? Zo. Oh, wacht. Die nog. Plop. Plop. Oh, ik moet weer naar boven. Respiration 3 op je helm is toch handig, maar ja. Je moet toch even goed alles ademen. Vroeger bij op zwemles, dat is wat ik ooit wou zeggen. Het gat vond ik moeilijk, jongen. Het gat. Weten jullie het nog? Het gat bij zwemles. Het gat. Dat klonk voor mij als de hel. Als ik eerlijk mag zijn. Ik vond dat zo moeilijk. Maar het stomme was, de rest. Het lukte de rest gewoon wel goed om er doorheen te komen. Op een of andere manier had ik. Om een of andere reden bedoel ik. Was telkens als ik onder water ging. Binnen 2 seconden. Was ik automatisch weer boven water. En dat is gewoon heel vervelend. Want je wilt het gat halen. En ik had telkens bijna mijn B-diploma. Maar de enige reden waarom ik niet het B-diploma had gehaald. Omdat ik het gat niet kon. Alles ging goed bij mij. Maar het gat niet. Weet je wat ook vervelend was? Of ja, vervelend. Ja, dat maakt mij ook weinig uit. Maar het was wel grappig, denk ik. Achteraf. Als ik over nadenk. We hadden op het begin zo'n groep. Dat was dan badje A, volgens mij. Van het A-diploma. Badje A. En dan was er, waren er mensen. Ja, zo. Dat is nieuws. En dat was dan goed. Iedereen op niveau en alles met elkaar. Een beetje even snel aan het leren. Maar ik was altijd veel te traag. En ik had gewoon nog. Iedereen was door naar badje B. En ik zat nog steeds als enige in badje A. Dus was ik speciaal zo'n leraar. En die moest dan zeg maar speciaal voor mij naar badje A lesgeven.
En ze dachten gewoon natuurlijk van, oh, hey, het is goed, dat doen we naar badje B. Ik wil vakantie. Ik weet niet of ze dat dachten, maar ik kan me goed voorstellen. Zo ongeveer. Maar ja. Oh, wacht. Wat heb ik nou gedaan? Dan moet ik toch deze terugnemen. Dat neem je terug. Ja. Zou ik doen. Ja. Laat alsjeblieft even weten wat je van de Life in the Woods serie vindt. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. De Life in the Woods serie. Ach, god, het is vervelend. Ik kan super traag, ik moet super traag hakken, telkens. Ik vind dat niet fijn. Echt niet. Het is vervelend. Maar het gaat. Min of meer. In ieder geval. Hopelijk vond je deze video leuk. Laat dan even een like achter. Abonneer op de geweldige kaas voor meer. Die zin heb je nog nooit gehoord. Jawel. En dan zeg ik tegen jullie. Tot de volgende keer. Doei. Wacht, wat doe ik nog? Ik doe nog eventjes dit. Zo die. Dat wil ik nog even snel doen. Zo. En doe ik hier zo'n paal. Een paal. Yes. En dan moeten we nog iets verzinnen voor de zijkanten. Tot ziens. Oh, ik weet al iets. Dit is even exclusief beeldmateriaal voor degene die het echt willen. Dat is dit, zeg maar. Ik was niet, nog niet door had. Ik blijf altijd nog eventjes spelen. Als ik klaar ben. Tenzij ik echt moet haasten. Oh, ja, ja. In ieder geval. Nu moet ik haasten, maar evengoed speel ik nog verder. Dat is ook weer zoiets raars. Wacht eens even. Als we nou... Oh, wacht, dat gaat wel gewoon goed, toch? Dan doe ik zo. Nee. Die moet weg. Het gaat allemaal fout. Ja, zo. En dan later gaat het water weg en dan komt het allemaal goed. Ja, daar ben ik blij mee. Ja. Sorry dat ik zo raar doe. Zoiets. Ja, en dan aan de andere kant nog. Ik moet echt, als de video weer gaat, wat een uitspraak. Als de video weer gaat, ja, ik ga gewoon zeggen, als een snelle brandweerwagen, ja. Ik moet echt als een snelle brandweerwagen Harry Potter opnemen, want dat is ook nog voor vandaag. Of voor, ja, voor morgen, maar voor jullie is het voor vandaag. Planning en zo. Ja. En dat komt allemaal goed. Ja, dat is toch prachtig dit. Ik moet gewoon nog eventjes de dirt techniek gebruiken. Dat ging niet goed. Je moet eerst de bovenkant doen. Ja, in ieder geval. Tot ziens allemaal. Ik heb er nou genoeg van.